Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. En vandaag zitten we op de fiets. Ja. En misschien heb je het wel herkend door mijn paardenjas. We gaan vandaag met paard rijden en ik moet een beetje hard praten door de auto's die hier achter me rijden. Ja, ja, het waait een beetje. Heel klein beetje. Ik weet niet of je het hoort. Ja. Ik denk het wel. Ik kan ook niet goed zien naar het schermpje hoe we rijden, want we kijken tegen de zon zoals jullie zien. Dus ik heb geen idee of er echt opgenomen wordt, maar we gaan er maar vanuit. Ja. Anders doen we het zo meteen gewoon nog een keer. Ja, ja, de stallen. Nou ja, we gaan naar de paarden toe. We gaan naar de paarden toe. Heb je enig idee wie je rijdt vandaag? Nee, ik ben echt vergeten wie ik had opgegeven. Oké, ja. Ik weet het niet meer. Nou, we gaan het zien. Ja, want vorige keer is het niet doorgegaan. Nee, daarom wel. Wat was de reden ook alweer? Toen was het de hemel. Oh ja, hemelvaart. Ja, dat is de hemelvaart. Dus de aanvraag van de keer ervoor. Dat was toen volgens mij Bambi. Ja, zoiets. Ja, dat was het, ja. Bambi, dat is niet doorgegaan. Dus nou ja, even hopen dat het nu dan wel weer Bambi wordt. Ja. We gaan het zien, het is mooi weer. Waarom? Misschien wel buiten rijden. In de bak. Dan heb ik het wel koud. Ja, in de bak. Want ik heb natuurlijk wel hieronder nog wel mijn vest. Deze heb ik hieronder. Maar ik heb hier gewoon mijn korte mouwen aan. Ja. Dus ik ben van plan, als we binnen rijden, gewoon met korte mouwen. Want nee, misschien rijdt er al een paard, dat weet je ook niet. Ja, we rijden er even heen en dan horen we het zo meteen. Ja, inderdaad. Weer. Ja. Nou, jij loopt ergens heen met de gedachte dat je het weet. Veronica! Want? Daar zit ik op. We zitten op Veronica. Oké. En dat ben jij, hè? Ik wil eens even inzoomen. Ik wil naar de Veronica. Oh ja. Ik heb geen idee hoe je die kleurcombinatie opnoemt. Rood-wit? Nee, weet ik niet. Ja, geen idee. Oké. Nou. Ik noem het Veronica. Oh, je noemt het Veronica. Ja. Ja. Ja, hoe is het weer? Dan gaat het. Hallo. Yes? Ik wil even kijken. Ja. Oké. Kom maar. Goed zo. Ja. Hallo. Amigo. Oeh, heel dichtbij. Ja. Welke borstels heb je allemaal? Ros, hard, hard, zacht, hoeven en de kant. Okay. Hoppa. Nou, de borstel, dat gaan we natuurlijk niet helemaal filmen, dat weten jullie onderhand wel. Hoe eerder we bij de paardenvideo zijn voor jullie, dus dat komt wel goed. Klaar met borstelen? Ja. Wat zei je nou, het heeft ze in de hoeven? Kom kijken. Ja, oh ja, kom maar. Oh. Was het? Ja, het was. Oh ja, dan kan er niks in de hoeven. Nee. Dan kan het bij je, oh, dat is mooi. Dat is kunststof, wat is dat? Weet ik niet. Oké. Maar, ja, dat heeft ze dus. Ja. En het is alleen voor. Oh ja? Andere kant ook? Ja. Op de achterwege zit het niet. Ik heb eigenlijk echt geen idee hoe dit heet, maar... Ik heb het alleen maar bij het verloon gezien. Zo, oh, auw! Oh. Krijg je klappen met de staart? Ja. Hé, hey, je drukmaker. Ja. Dat is eigenlijk echt wel zo. Ja, lekker denk je die rol? Ja. Ja. Hop, je zat er precies nu tussen half en... Ja. Oh, ik zat echt totaal niet comfortabel. Nee, dat begrijp ik. Ja, bedoel je ook? Hola. Klaar. Oeh. Oh. Ga er weer naar. Hallo. Deze plekje ook? Ja. Ja. Nou, ik ben klaar. En het is
Ik heb nog een half uur. Oké. Dus even een kwartiertje wachten en dan... Ik kan vast de zadel in meegaan. Ja, dat wel. Maar een kwartiertje wachten en dan kunnen we opzadelen. Lukt het zo? Nee. Hoppa. De zin was ook los. Komt er neer, daar gaan we, ja. Dat is hier raak voor. Hier. Ja. En als je dus een circus wordt, dan gewoon. Ja, dat is zo'n niet. Dat is een eenhoorn. Ja. Ze hebben een eenhoorn gemaakt. Hebben ze weer een eenhoorn gemaakt? Oh. Zeg niet toch ook? Oké. Okay. Ik wil eigenlijk niet meer af. Nou, cool. Een lange metaar heb je dus ook. Waar? Oh, hier. Hallo. Hallo. Bijzonder, ik denk dat het voor zijn zicht zitten. Ja. Maar ze kunnen ook zien dat ze gewoon een hele pluk haar voor ze. Oh ja. Oh, dus ik denk dat het wel meevalt. Wil je een snoepje? Lekker. En wil je er ook een? Hallo, kleintje, alsjeblieft. Jij bent klein, hè? Ja, klein. Ja, je bent klein. Ja, ja. En jij bent wat groter. Oh. Maar nog steeds wel klein. Zo. Wie? Oh. Je hebt zo'n mooi paardje, maar ik... Nee, dit gaat er niet meer worden als ik je op. Nee, dat past niet meer. Dat past ik niet meer, hoor. Hé, hey, dan neus. Neus. Noemt hij nou gewoon neus? Hé, noemt hij nou gewoon neus? Nee, nee. Wel een mooie eenhoorn. Hè? Ja, prachtig. Ja, mag ik uit? Dankjewel. Hé, dankjewel. Oh, is je nu op de hoog gehad? Oh ja, inderdaad. Zo, dankjewel. We gaan wel verder. Ja. Twee dekjes zitten in het groen. Ja, dat komt wel. Hé, Veronica. Veronica? Hoe is ze? Veronica. Veronica, ja, dat zei ik toch. Veronica. Oh, verstond Veronica. Nee, Veronica. Oké. We hadden hem even losgemaakt. Omdat hij los ging. Ja, ja. Dus nu gaan we gewoon zelfs als wat ik bij Leidse Veen ook wat doen. Ja. Is gewoon helemaal opnieuw vastzingelen. Ja. En daar is Veronica het niet mee eens. Nee. Maar ja, dat is niet anders. Pech. Ja. Goed zo. Nou, nog een paar minuten. Naar binnen. Doei. Ja. Zo. Ja. Hallo, wat heb je gedaan? Lastig vallen. Of je het nou leuk vindt of niet. Maar we gaan toch. Hé, meid, ja. Ben je klaar? Ja? Oké, top. Komt ie maar. En niet je hoofd omhoog doen, want zo goed ben ik nou ook niet. Hier heb ik geen last van een hele grote voorpluk. Nee. Dus nu... Dankjewel. Goed gedaan. Nou, Veronica. Ben je benieuwd? Nee, niet eten, schat. Hier blijven. Niet eten. Hoi. Nu even niet. Nee. Over een uurtje mag je weer. Ja, over de riempjes naar beneden. Over de buis oren. Zijn haren goed. Is het goed? Ja. Ziet er prachtig uit. Achter kartonnen dozen had ik gezeten en dat 10 minuten nog les was. Ik dacht dat het vandaag vrijdag was. Ja, nee, het is donderdag. Zo, ik kreeg opeens schiet op mijn naam. Ja, je hebt opeens een error. Ja, ja. Ik denk al de hele dag ja. Dat... Nou ja, ik heb gewoon even error in mijn hoofd. Mijn hoofd brengt niet. Ja, oké. Okay. Ja, en nu is het. Nou goed, heb je alles voor je waar?
Ja, kijk wel. Beestkappen. Beestkappen. Ja. Nou, zo zeg je het en zo heb je zo in je handen. Ja, mooi, even de camera die op stil staat. Weet je wel? Ja. Ja, ik heb mijn hele leven gegeten. Maar ik heb nu al 3 jaar niet meer. Ja, 3 jaar niet meer. Oké, de tweede. Heb je echt gewoon mijn mes gestaan? Nee, hoor je. Dan moet je even wachten. Weer begonnen. Kom maar zo, ga maar weg. Hij heeft een paar passen voor degene die willen gelijk een paar passen laten wijken. Probeer dat wiel ook met Bambi, dat je nu daar af bent. Zo, ja. En draai je maar niet zo draai je weer. Onderweg terug. En even bij Claire ook een paar keer. Klas. Dan weer opvangen daar bij Bambi en weer naar voren. Zo steeds dat jij tempo is verliezen bij ieder paard. Dan nog kap nou. Zo, ik mag niet trekken onder de vierde. Zo juist, daar. Daar en ook daar. Wel, kom naar voren. Zo, dit is goed. We gaan zo van hand veranderen. Naar de andere kant. En dan heb je daar op de andere kant iets te veel naar één kant. Doe een pak daar de binnenomslag en dan een lange lijn. Dit is goed. Gewoon die gaan je aan laten galopperen dat je losser wordt. In de hoek, zodat je de goede pak. En kijk, ook naar steeds. En uit het vlot dan je been. Jij maar been blijft geven bij hem. Klaar. Netjes ver.
Kijken in de short. Om te zien de feit dat de short zo wat beter bekeken wordt, doe ik de galopje zo even filmen in de rechtopstaande positie. En dan hoop ik dat die dan wel goed bekeken worden. Dus superleuk zo. Ik laat allemaal ook even weten hoe jullie vinden hoe Bobbly rijdt. Hè? Want een paar jaar geleden op deze manege vonden jullie helemaal nog niks. Ik denk dat het onderhand wel aardig wat veranderd is. Dus laat me even weten, is ook wel leuk om te lezen, voor haar ook. En ook voor de manege natuurlijk. Dus de les is wel een stuk verbeterd. Dus ja, hallo, dag mevrouw. En het gaat goed. Dus, en jullie zien het zelf ook wel. Dus laat me even weten, heel leuk.
Nou, zo niet zo. Oké, en door nou. Kom. Doorzitten. Ging wel goed. Kijk, dat is belangrijk. Kappie dat. Oh, hallo.
Is die andere kap af? Ja. Ja. Zo. Ja. Alright. Boom. Oh. Niet buiten. Niet doen. En het is ook onmogelijk om dit te doen. Want over een half uur zit het weer als we weg zijn. Ja, weet ik. Maar dan maakt het kapot anders. Niet doen. Ga maar eten. Ja, inderdaad. Dus doe moet je even. Ja, ik hou een deur in de gaten. Doe de deur. Oh, nee, die wil. Ah, ah, lekker. Heb je verdiend, vriend? Ja. Lekker. Nee, ik heb hem. Ja. En als je mijn eigen cap afdoen. Die ligt op de grond, dan valt hij. Zo. Dankjewel. Als de grond ligt, kan hij niet meer vallen. Tjoetjoe. Hè? Hard tjoetjoe. Ja, ik kom zo nog terug. Ik zweet me echt anders. Nou. Goed, let's go, op naar huis. Ja. Want het lijkt nog niet, maar het is wel natuurlijk wel laat aan het worden. Ja. Dus morgen weer school. Let's go. Ja. Ja. Nou, we staan weer op de brug. Ja, de rug, ja! Eigenlijk hebben we een paar keer natuurlijk die brug afgesloten. Maar dat is echt een hele lange tijd geleden. Ja, we zijn natuurlijk een paar keer met de auto geweest. Een paar keer? Ja, de eerste keer in het jaar dat we eigenlijk met de fiets weer lekker gaan. Maar goed jongens, het was afgelopen. Klaar, hoe ging het? Het ging supergoed. Ja. En waarschijnlijk dachten jullie ook al van, Bobby, waar is soms je houding? Ja, ik weet het. Het was soms niet helemaal perfect, ook hoe ik soms been gaf, maar... Je moet daar echt voor uit branden in het begin. Uiteindelijk loopt het wel, maar in het begin moet je er echt voor uitzetten. Nou ja. En dan is mijn houding gewoon nog niet helemaal top. Moet ik gewoon nog even aan oefenen. Zeker. Dus, gaat wel goed komen. Ja, inderdaad. Dus hey, tot de volgende video. Tot de volgende paardenvideo. Doei. Yes, doei jongens. Even een kleine update over Eddie. Ja. Kijk, ja, supergoed. De rest van de poesendames erbij. Ja, en die gaat lekker. Ik bedoel, even naar ze zien bij de andere dames. Het speeltje wordt hem afgepakt. Daar zit zijn moeder. Daar zit de andere. Ja, die zit ook een beetje rustig te kijken. Ja. Lekker spelen dat vinkje. Oh, cool. Dat is weer wat uitgedaagd. Hup. Zou die nou het speeltje terugpakken? Durft hij dat aan? Ja. Oeh, kijk. Ja hoor, daar gaan we hoor. Catfighting. Zou die het aandurven? Hij wil wel. Je ziet het pootje gaat omhoog. De andere zit er te kijken op afstand. Moeders komt ook even kijken. Die denkt ook, hey, wat is hier aan de hand? En Eddie denkt maar steeds, oeh, tik ik hem aan, pak ik hem, ja, nee, ja, nee.
lekker speeluurtje. Nou jongens, jullie zien, het gaat hartstikke goed met hem. Komt helemaal goed met die leiding, jongen. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!